Mevrouw de voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik wil graag aan de minister vragen op welke manier hij denkt dat het goed is voor Nederland om deze IS-kinderen naar ons land te halen. Op welke manier is dat nou goed voor Nederland? De minister. Voorzitter, het is goed dat Nederland de rechtsstaat respecteert. Er is een rechtelijke uitspraak die de verantwoordelijkheid voor de kinderen, de voogdij, bij Nederlandse staat legt, de jeugdzorg. Er is een internationaal verdrag van de rechten van het kind dat ons niet automatisch verplicht om daar waar dat extreem gevaarlijk is, kinderen terug te halen. Maar in dit geval was het redelijkerwijs mogelijk omdat er een Franse operatie heeft plaatsgevonden. Dus die combinatie leidt ertoe dat het respect voor de rechtsstaat tot deze, en natuurlijk het belang van de twee zeer kleine kinderen, geleid heeft tot deze beslissing. Ik constateer dat allerlei internationale organisaties, waaronder UNHCR, hebben gezegd en ook in de Verenigde Naties uitgebreid besproken, Syrië is grotendeels veilig. En ik weet nog heel goed, toen we hier het gesprek hadden over Lilly en Howick, dat men zei, nee, die zijn al thuis. Die zijn geworteld in Nederland, die moet je niet terug naar een ander land brengen. Daar hebben ze helemaal niks mee, hebben ze helemaal geen affiniteit mee. Die moeten in Nederland blijven. En nu wordt er met twee maten gemeten. Nu moeten ze wel terug naar Nederland, terwijl ze daar geboren zijn. Daar, als ze al enige worteling hebben, die dan toch daar hebben. Syrië is gewoon veilig. Ik kan niet anders constateren dan dat dit echt een zeer onverantwoord immigratiebeleid is van de VVD. De minister. Voorzitter, in dit deel van Syrië vinden nog zeer regelmatig schietpartijen plaats. Dus dit was een operatie die met zeer zware militaire beveiliging plaats moest vinden.